Welkom bij het gemeentevoorlichtingsprogramma Samen over de Brug. In deze aflevering besteden we aandacht aan de herinrichting van de markt en omgeving in het centrum van Asten. Op dinsdag 8 mei was er in de Klepel een informatiebijeenkomst waar de herinrichtingsplannen gepresenteerd werden. En wij spraken er met wethouder Theo Martens. De herinrichting van het Astense centrum kan je een heet hangijzer noemen. Centrumplan. Een heet hangijzer, Theo? Ja, nou, mensen vinden het heel interessant, heel belangrijk. Dus het is in feite een heet hangijzer. Alleen wij denken door de voorbereiding in ieder geval aan heel veel wensen van mensen tegemoet gekomen te zijn. Van waaruit kwamen de meeste reacties? Nou, eigenlijk toch wel heel breed. In eerste instantie uiteraard de ondernemers die toch hun brood moeten verdienen in het centrum. Maar ook heel veel gewone Astenaren die op allerlei manieren via de enquête, via internet, via een bon, op allerlei manieren gereageerd hebben. Dus ook Astenaren die ergens in de wijk wonen, die vinden het centrum belangrijk. En zijn jullie ook als gemeente tevreden over respons? Ja, we hebben veel reacties gekregen. Dat betekent ook als je veel reacties krijgt dat je ook een goede afweging kunt maken. Dat betekent ook dat je ook voldoende aantallen hebt om een bewuste en een afgewogen keuze te maken. En dan kun je ook uitleggen naar de hand dat een hele groep mensen iets wil. En dat kon je ook zien in de presentatie aan de staafdiagrammen, dat er best veel mensen zijn die in ieder geval een mening kenbaar hebben gemaakt. En dat wij uit die meningen toch wel trends ontdekt hebben, waardoor we een goed plan konden maken. Ja. Jullie hebben extern mensen benaderd om onderzoeken te doen. Wat is dan in het bijzonder naar voren gekomen? Nou, in het bijzonder is eigenlijk naar voren gekomen, maar daar wisten we eigenlijk toch al een beetje, en zo is het heel vaak natuurlijk, dat heel veel mensen een autoluwer centrum willen, dus minder auto's in het centrum. Het is niet altijd even duidelijk hoe ze dat willen bereiken, want je hebt ook gezien dat er wel eens wat tegenstrijdigheden kwamen. Mensen wilden en meer terrassen en meer parkeerplaatsen en meer fietsen. Nou, dat gaat allemaal niet samen, dus dan moet je keuzes maken. Daar moet je dan doorheen proberen te kijken. En ja goed, professionals die hebben vaker met dit soort dingen te maken, dus die kunnen dat ook. Het plan zoals het nu gepresenteerd wordt, staat er vast of wordt er wederom nog, zijn er nog mogelijkheden om daarin veranderingen te brengen? Nee, er staat niks vast, want het plan wordt nu voor het eerst aan het publiek gepresenteerd. Dus de mensen die hier vanavond zijn, die zien het voor het eerst. Daarna komen de raadsleden in de commissie ruimte aan de beurt en de commissieleden. Dus die kunnen middels wensen en bedenkingen aangeven wat zij ervan vinden. Die kunnen ook aangeven wat wij nog moeten veranderen, aanpassen of helemaal opnieuw moeten doen. Maar dat verwacht ik niet. En daarna gaan we weer verder invullen. Want nu hebben we het alleen maar over een vlekkenplan waarin eigenlijk in grote lijnen de verkeerstructuur aangegeven staan, waar parkeren, waar horeca of waar terrassen kunnen. Maar nog niet de fine-tuning, precies hoe breed de fietsstrook is, waar de auto dan precies kan staan, hoe groot de terras kan zijn, welke soorten materiaal dat we gebruiken, hoe het groen ingevuld wordt, hoe de verlichting ingevuld wordt, dat soort dingen die komen in een latere fase. Maar eerst moet de gemeenteraad zijn fiat geven in feite over dit vlekkenplan, waardoor we in ieder geval de structuur vast hebben liggen en we met een verdere invulling aan de slag kunnen. Ja, en wat je zegt, het gaat nu om de grote lijnen. Ja, we gaan het nu over de grote lijnen. Wel heel belangrijk, want dit bepaalt natuurlijk wel hoe de routing in het centrum straks is. Hoeveel ruimte voetgangers en fietsers krijgen. Hoeveel ruimte de automobilisten nog krijgen. Dus de doelstellingen zoals wij die hadden, veiligheid. En ja, dat is heel erg vaak genoemd, leefbaarheid, aantrekkelijkheid. Maar ook bereikbaarheid. Want ook een detailist, iemand die een winkel heeft, die zal ook zijn klanten moeten kunnen blijven krijgen. Nou, dat is overal aan gedacht. En wij denken dat we een soort evenwicht hebben gevonden waarbij aan al die al die wensen op min of meer maat tegemoet komen. Dus niet aan iedereen alles, dat kan niet. Nee. Maar we denken dat we een evenwicht hebben waar de meeste mensen in ieder geval zich in kunnen vinden. Nou ja, dus op dit moment, zoals het plan nu ligt, als ik dan een persoonlijke mening mag vragen, is van, ziet het er goed uit? Ja, ik ben heel tevreden dat eigenlijk uit al die informatie die we gekregen hebben, toch iets uit is gekomen waar we zelf aanvankelijk niet bedacht hadden. Dat vind ik altijd heel leuk. En waar wij ook in het college, want we hebben het uiteraard ook in het college besproken, van vinden dat dat een hele goede oplossing is om in ieder geval mee naar de mensen te gaan en ook aan de raad voor te leggen. Zoals je al gezegd heeft, je gaat nu voorleggen aan de raad. En dan was het volgende stappenplan?
Nou, als de Raad vindt dat dit plan het goede plan is, dan gaan we het dus verder detailleren. En dan gaan we inderdaad die echte invulling geven. Dus dan gaan we precies intekenen waar de terrassen komen, waar de parkeerplaatsen komen, waar de loopstrook komen, waar de fietsparkeerplaatsen komen. En hoe de routing is voor de voetgangers. Maar we gaan kijken naar de markt, we gaan kijken naar evenementen, hoe we die kunnen houden. We gaan kijken hoe we de verlichting kunnen plaatsen, zodanig dat er ook bijvoorbeeld nog een grote tent op de markt kan staan als er een keer iets te doen is. Dus we proberen dan in ieder geval met al die elementen die we wensen op te maken, bijvoorbeeld ook de kermis, rekening te houden. Zodat het eigenlijk ten tijde van die evenementen mogelijk is om een mooi evenement te houden. Maar ook als er geen evenementen zijn, dat dan de mensen zich prettig voelen op de markt. En dat het een aantrekkelijke markt is. Ja, in de zomer natuurlijk hele mooie volle terrasjes, want daar vindt iedereen prachtig. Ja. Die finesses worden later aangebracht. Stel dat de discussie moet nog eigenlijk een beetje van start gaan, zo gezegd. Stel dat de mensen, met name de belangstellenden die hier nu zijn, met ideeën nog komen achteraf. Die zeggen van ja, gaat de gemeente daar ook nog iets mee doen? Of zeg je van ja, nee, dat tijdperk is voorbij? Kijk, alle goede ideeën nemen we mee. Hele goede ideeën, zeer zeker. Alleen, ik verwacht niet meer dat er nu nog meer ideeën komen. Het zou best wel kunnen. Er is heel veel over gesproken. Er zijn heel veel meningen gegeven. Er is van alles voorgelegd aan ons. Ook dingen die helemaal niet kunnen, maar dat geeft helemaal niks. Mensen hebben ook echt out of the box gedacht. Dus leuk. Ja goed, wij verwachten dat deze structuur in ieder geval dat daar niet heel erg veel meer aan kan veranderen. Of kan wel, maar niet zal veranderen. Qua invulling kan het best zijn dat mensen een heel leuk idee komen. We hebben het net even gehad over de verbinding tussen de Midas en het Rutteplein. Nou, daar moet nog van alles voor bedacht worden. Dat moet in ieder geval leuker, aantrekkelijker, levendiger worden. Ja, daar zijn wel ideetjes over, maar daar kunnen er best een heleboel goede ideeën bij. Ja, dat zijn de finesses eigenlijk. Ja, finesses, maar dat is dan wel over een wat langer stuk waar we toch het ook aantrekkelijk moeten maken. En ook zichtbaar moeten maken dat je van het ene winkelcentrum naar het andere kan en terug. En dan moet middels in aankleding van die wanden, maar ook de vloer en misschien nog elementen in het verticale, moet dan nog iets leuks gebeuren. En ja, daar hebben wij nu nog niet echt over nagedacht, moet ik zeggen. Hoe kunnen de burgers dit project volgen, of het traject? Nou, we hebben een nieuwsbrief, daar kunt u zich op abonneren. Die wordt vrij breed verspreid al. De presentatie die komt straks via een link van de gemeente Asten site. Kan deze presentatie nog een keer bekeken worden op internet. Dus u kunt het volgen. Ja goed, Peelbelang, de raadscommissie, kunnen mensen bij zijn. Mensen kunnen zelfs inspreken als ze daar behoefte aan hebben. Dus er zijn allerlei manieren nog om in ieder geval hun mening te geven. En ja, als je het alleen maar wilt volgen, dan moet je gewoon de media volgen. Naar Sirius luisteren en kijken, dan hoor je ook een heleboel. Dan heb je al heel veel nieuws, dat klopt. Wanneer denk je dat echt van start gaat? Hebben jullie daar al een tijdsplanning voor? Ja, wij willen in 2013 aanleggen. Dus dat is eigenlijk heel concreet. Of dat dan januari al is, ligt er een beetje aan het weer, denk ik. Maar wij gaan er toch vanuit dat we dit jaar alle plannen uiteindelijk kunnen afmaken. En dat we in 2013 gewoon het plan uitvoeren buiten. Nou. En we zitten natuurlijk nog even met de bouw van Gitsels, de Witterrein. Dat is pas eind 2013 klaar. Het zou heel mooi zijn als het allemaal op elkaar past. Dan proberen we ook zo te plannen dat op het moment dat de Gitsels klaar zijn, dat we ook dan de straat voor de Gitsels en de terrassen en de pleinen ook af hebben. Dus dat ook in één keer helemaal af is dan. Okay. Nou, ik zou zeggen heel veel succes en we zullen zien hoe het verloop gaat. Ja, dankjewel.